Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 juli 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. De website ham-dmr.nl meldde gisteren dat PD3 LTX een tool heeft gemaakt in een Excel-rekenblad voor DMR-gebruikers om de contacten in een Hytera-zendontvanger te vergelijken met de contacten uit de centrale database. Hierdoor krijg je gemakkelijk overzicht van de contacten die moeten worden aangevuld of bijgewerkt. In het rekenblad moet eerst op het tabblad Contacts Export de geëxporteerde gegevens uit de radio worden gekopieerd en geplakt. Vervolgens worden de gegevens van de website op het tabblad Dump gekopieerd en dan kun je op het tabblad vergelijken zien welke gegevens in de contactlijst in de CPS software moet worden gemuteerd of toegevoegd. Dit gaat sneller dan met de hand alles controleren. Zo meldt ham-dmr.nl. Onderaan het artikel is een downloadlinkje te vinden voor de tool. Het is niet zo heel bekend, maar de acteur Marlon Brando, onder andere bekend van de films A Streetcar Named Desire en The Godfather, was een vervoerd liefhebber van techniek en hij was ook centamateur. De acteur die op 80-jarige leeftijd overleed op 1 juli 2004 was bekend als Kilo Echo 6 Papa Zulu Hotel en als Foxtrot Oscar 5 Golf Juliet. De FO5-call is een roepnaam van Frans Polynesië waar Brando een atol Tetiaroa bestaande uit 12 eilanden bezat. De zendamateurhobby van Brando werd bekend toen hij daar in een interview 10 jaar voor zijn dood met een bekende interviewer Larry King op de zender CNN over sprak. In de roepnamenlijsten van de FCC stond Brando met een pseudoniem om zijn identiteit te beschermen. Toen er bij het interview vragen van kijkers beantwoord konden worden, meldde Brando dat hij het bij de zendhobby zeer waardeerde dat hij er gewoon zichzelf kon zijn. In het onderwerp over korte golfpropagatie gingen we gisteren onder andere in op het feit dat het licht van de zon is, dat ervoor zorgt dat via ionisatie van moleculen en atomen er vrije elektronen in de ionosfeer terechtkomen die wij op HF kunnen gebruiken om grote afstanden te overbruggen. Na verloop van bepaalde tijd, het kortst in de lagere lagen in de ionosfeer, het langst in de hogere, verdwijnen de vrije elektronen weer. Dit proces van het verlies van vrije elektronen is een proces dat zowel gebeurt bij aanwezigheid van zonlicht als wanneer dat licht afwezig is. Wat er dan gebeurt is dat de elektronen terugkeren bij een geïoniseerd molecuul dat daarmee opnieuw neutraal wordt, dat wil zeggen niet geïoniseerd. Voor radiocommunicatie is de belangrijkste eigenschap van de ionosfeer de mogelijkheid om signalen te reflecteren, CQ af te buigen. Deze mogelijkheid om de golven te reflecteren varieert met de frequentie van het betreffende signaal en het werkt ook alleen voor bepaalde frequenties, waarbij het verschilt over de tijd gezien. Om vast te kunnen stellen hoe de ionosfeer deze signalen reflecteert, zijn verschillende methoden bedacht. Het meest gebruikte instrument hiervoor is echter een ionosonde. Dat is een soort van HF-radar dat zeer korte pulsen met radiogolven recht naar boven straalt de ionosfeer in. Wanneer de frequentie niet te hoog is, komt het signaal vanuit de ionosfeer terug naar de aarde. De ionosonde legt hierbij de tijdsduur vast die de signaal erover doen om naar aarde terug te keren. Daarmee kun je de hoogte vaststellen. En tegelijkertijd wordt de frequentie vastgelegd waarmee op dat moment wordt gemeten. Het propagatieonderwerp ging gisteren onder meer over het meten aan de ionosfeer. Dat gebeurt vaak met een zogenaamde ionosonde, een soort korte golfradar dat recht omhoog golven tegen de lagen van de ionosfeer laat botsen. Tegenwoordig wordt naast de ionosonde ook vaak een systeem gebruikt dat een sounder genoemd wordt, waarbij zender en ontvanger op een afstand uit elkaar staan en ze schuin omhoog stralen. Dit type sounder kan de propagatie meten op een specifiek traject en kan daarbij verschillende modus van propagatie in de ionosfeer zichtbaar maken, zodat deze bestudeerd kunnen worden. Er bestaan ook nog zogenaamde backscatter sounders. Het signaal kaatst daarbij terug. En hierbij wordt er dus een signaal over de horizon gestuurd en er wordt gekeken of het signaal terugkeert en met hoeveel tijdsvertraging dat is. De zender en ontvanger hoeven bij zo'n systeem ook niet per se op dezelfde plaats te staan. En over de horizonradar, zoals de oude Woodpecker en de modernere versies daarvan, zijn in feite ook backscatter sounders. Zij het met een enigszins ander doel dan propagatieonderzoek. De ionosfeer is overigens niet bepaald een stabiel medium, zoals amateurs ook weten. Het is niet gegarandeerd dat een verbinding op een bepaald tijdstip lukt, ook al is een voorspelling van een goede propagatie voor zo'n verbinding uitgegeven. Een kwartier later of een half uur later kan het allemaal wel weer totaal anders zijn. Behalve een bepaalde instabiliteit die ook altijd in de ionosfeer aanwezig is, varieert de ionosfeer ook zoals eerder al aangehaald met de cyclus van de zonnevlekken, met de seizoenen en ook met het tijdstip van de dag. Vergeet trouwens niet, vanavond om 8:30 is de D-Star-ronde op DCS-007V van Victor. Dat is de gecombineerde D-Star-DMR-reflector. Vanavond vanaf 8:30 dus. En als je geen D-Star-spullen hebt, dan werkt het ook, zij het voor een beperkt aantal mensen, via Echolink op PI1XDV-L.